En er wordt zelfs gefluisterd van we moeten Timmermans halen als een nieuw boegbeeld die gezamenlijke lijst gaat. Ja, het is maar de vraag of Timmermans wil komen. Stel voor, jij was Timmermans. En je zat met een groot dossier in Brussel. En je was de nummer 2 in allerlei opzichten in de Europese Commissie. Wat zou je dan terugkomen naar Nederland? Je weet niet wat er daar speelt. De Europese Unie heeft 450 miljoen inwoners. Is een grote speler op het wereldtoneel. En je gaat terug naar Nederland, wat niet veel meer is dan een stadsgewest. Nou, ik zou dat niet doen. Maar misschien heeft hij geldingsdrang, dat hij denkt, ik wil dat nog eens een keer bewijzen. Ja, of dat hij een beetje nou ja, wat je het bekende vissenprobleem. Hè? Wil je een grote vis in een kleine vijver zijn, of wil je een klein visje zijn in een hele grote vijver? Dat is de vraag. Jij ziet het niet gebeuren meteen. Nee, omdat ook als ik nou iets denk over de naaste toekomst en al die 2050 scenario's, daar speelt natuurlijk de EU toch een prominente rol in. En niet wat er wel of niet gebeurt in Nederland. Ook in die zin is het natuurlijk interessanter om na te denken over de instabiliteit van de Franse politiek. En de problemen die ook in Duitsland spelen. Dat is uiteindelijk bepalend voor waar het heen gaat met Europa. Dus als ik Timmermans was, zou ik rustig daar blijven. Het is ook een heel mooi kantoor, dus ik weet het niet hoor. Maar vind je wel dat de PvdA en GroenLinks dat ze een nieuwe lijsttrekker nodig hebben? Ja, dat vind ik wel. Dus niet Adje Kuiken of Klaver? Nee, dat zijn hele sympathieke lui. Beide trouwens zijn dat heel sympathieke lui, maar ik denk dat je... Klaver heeft natuurlijk zijn kans gehad. Klaver heeft een paar jaar geleden 7 zetels gewonnen. En vervolgens is hij uit het kabinetsberaad gestapt. Ja, en heeft de hele kwestie waarom hij eruit stapte nooit enige rol gespeeld. Dus dat is toch strategisch niet zo sterk geweest. En vervolgens heeft hij al die zetels weer verloren. Ja. Maar Rutte die heeft er natuurlijk ook op gegokt dat er ook daar bij die partij niemand is die op kan staan en die partij dat kan zou trekken. Best kunnen, ja. Brussel wel terug zou komen. Ja, dat zou verrassend zijn, want die heeft toen bij die euroverkiezingen de vorige keer, heeft hij geweldig gescoord, weet je niet. Dat. Rutte en Thierry hadden het allemaal al verdeeld onder elkaar. En, dat liep heel anders, dat was wel vermakelijk. Er werd ook wel gezegd, het was de enige bekende op de lijst. Dus daarom hebben mensen op hem gestemd. Ja, dat ze die beelden hebben gezien dat hij in Polen werd uitgejouwd. Dat zou ook kunnen, ja. En D66, Kaag zei je al, die verwacht je niet terug. Is het dan automatische Jette die daar de kar gaat trekken? Ja, dat denk ik wel. Omdat Jette het wel goed gedaan heeft, toch? Ik dacht dat men algemeen tevreden was over Jette. Ja, behalve op Twitter, maar goed. Daar is maar één persoon die daar echt goed scoort, dat is Satan zelf. Voor de rest wordt het allemaal niks. Maar is Jette er klaar voor? Want hij heeft juist Kaag naar voren geschoven omdat hij zei, ik ben er zelf nog niet klaar voor een paar jaar. Nou, volgens mij heeft hij een vrij competent indruk gemaakt. Ik heb geen idee hoe oud hij is, maar als je het goed wil doen. Begin 30, denk ik. Als je een grote carrière wil bouwen, moet je vroeg starten. Dat is een enkeling die natuurlijk als bejaarde nog iets tot stand brengt, maar... In principe moet je in de politiek vroeg starten. Oké. En het feit dat hij natuurlijk klimaatminister is geweest. De D66 had dan natuurlijk ook heel veel zin in om dat verder uit te voeren. Hè? Dus dat nu niet meer... Vandaar al die klachten in VVD-kring. Want wij voeren de D66. Ja, waarom? D66 heeft een agenda. En de VVD heeft helemaal geen agenda. Ja, dat is natuurlijk... Dan ben je natuurlijk leven jezelf. Daarom ben ik ook heel benieuwd dat als ze... Als de VVD mikt op een ultra-rechtse coalitie, à la wat we ooit in 2010 hadden, mag ik ook Rutte nog eens herinneren aan het volstrekte échec van zijn eerste kabinet. Toch eens over nadenken. Hè? Maar ja, misschien is hij wel zo bloeddorstig geworden dat hij alles aandurft, ik weet het niet. Hij was ook heel erg boos en zo, en iedereen was even verbaasd. Dat was een hele wonderlijke transformatie. Ja, zeg, ik was ook stom verbaasd.